Het kabinet viel, er komt geen einde aan de lockdown... er zijn te weinig vaccins, het carnaval wordt eindelijk aangepakt... en tussen al die ellende presenteerden Joost Eerdmans... en Annabel Nanninga hun plan van aanpak voor Nederland. Ik heb lang getwijfeld of ik daar hier op deze plaats... aandacht aan moest besteden. Zo groot zijn Joost Eerdmans en Annabel Nanninga tenslotte niet. Maar ik doe het toch omdat het verkiezingsprogramma... van jaar 21, zo heet hun partij, laat zien... Wat een te lange lockdown met mensen kan doen. Ze willen van alles en vooral ook heel veel niet. Maar wat Joost Eertmans en Annabel Nanninga vooral willen. is een eigen stad bouwen. Een middelgrote stad voor 100.000 tot 150.000 mensen. met veel laagbouw en groen. zonder minaretten en criminaliteit. Klein detail, ze weten nog niet waar. Ik kan het idee niet loslaten. Ik wil dit ook. Ik wil dat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga een eigen stad krijgen. Ik hoop dat ze er met al hun aanhangers gaan wonen. En van mij mogen ook alle aanhangers van Thierry en Code Oranje erbij. Code Oranje is een partij die domme mensen meer macht wil geven. Die mogen van hun leider en lijsttrekker Richard de Mots overal over meepraten. In Amerika bestormen ze het kapitool. Hier geven we de gekken een stoel in een parlement. Hier een stad Praat en schreeuw maar mee. Jullie mogen allemaal meedoen in Eerdmansstad. Een stad met alleen maar Joost Eerdmans en Annabel Nanninga's. Een met hekken omgeven stad zonder cultuur en kunst. Een dorre vlakte waar ze iedere maandag preventief mogelijke criminelen afschieten. Annabel Nanninga vond Forum voor Democratie een beetje raar worden. Maar hier kan ze zich wel in vinden. Dit is wel normaal. Ik ben voor, ik wil dat alle partijen steden of gebieden krijgen. Geef de PVV Brabant en Limburg. Ik gun D66 en GroenLint Schiphol en al die weilanden eromheen. Leg het maar lekker vol met zonnepanelen, zet er maar windmolens neer en ga er zelf tussen wonen. Een partij van de arbeidsstad met een goede ziekenzorg, waar de inwoners de hele tijd Messen in elkaars rug steken. Dat wordt een bloedbad, een burgeroorlog. Net als in VVD-gebied waar ze allemaal zo hard mogen rijden als ze willen en Rutte die daar dan tussendoor moet op die dienstfiets. Ik wil dit natuurlijk niet echt, maar het is wel een aanzet tot een oplossing uit deze crisis. Want als het afgelopen jaar één ding heeft aangetoond, is het wel dat we het niet kunnen. Wij kunnen niets, of in ieder geval niets samen. Er is maar één oplossing. Prik de dijken lek, geef het water de vrije hand en haal ons uit elkaar. Deporteer ons in groepjes van maximaal 15 naar onherbergzame gebieden. Breng ons weg. Waarom zijn er hier relatief weinig vaccins? Omdat de andere landen ze ons niet gunnen. Ze zijn ons zat en ze hebben gelijk. Wij zijn een verschrikkelijk land, een gebied vol boa's, zeurpieten, schijnoplossingen, baantjesjagers en incapabelen. Die elke dag die elkaar de hele dag in de gaten houden. Joost Eerpmans en Annabel Nanninga hoeven geen nieuwe intolerante kutstad te bouwen. Die is er al lang in meervoud. Het heet Nederland. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.